33 jaar. Ik kom uit Amsterdam. Ik woon in Diemen. Ik heb 2 kinderen. Eentje van 8 en eentje van 2. 2 meiden. Mijn vorige club was Ajax Zaterdag. Ik ga niet de hele lijst opnoemen, want dan hebben we nog wel even. Ik heb onder andere bij Vitesse gespeeld, Telstar, Almere City en AFC uit Amsterdam. En dit is mijn eerste seizoen bij Sirocco. Ja, wat ik verwacht van dit seizoen is dat we om de titel gaan meedraaien. Zeker nu ik een weekje heb kunnen meekijken wat een beetje het niveau is. Dus dan zijn we dat wel aan onze stand verplicht. Ik werd gebeld door de trainer. En toen, vanwege de afstand was ik in het begin een beetje sceptisch. Ik dacht van praat ik aan op tijd. En toen was het gewoon een goed gesprek, een prettig gesprek. En toen heb ik besloten om het toch te doen. Om toch het avontuur aan te gaan. Ik werk in de gehandicaptenzorg. Dat doe ik nu ruim 2 jaar. En daarnaast heb ik ook nog een keeperschool in het weekend, op de zondag. Dus ik ben lekker druk bezig. Ja, ik hoop dat we veel mooie wedstrijden kunnen bieden. En dat ze met z'n allen komen kijken. En misschien dat we als selectie nog iets kunnen betekenen voor de jeugd.